Ja, Louis, eerste wedstrijd gehad van dit seizoen. Hoe kijk je erop terug? Ja, wel een lekker begin, denk ik. 7-0 overwinning is altijd lekker om het seizoen te beginnen. En voor mij persoonlijk, ja, 2 gescoord. Het is altijd lekker om de eerste wedstrijd meteen te scoren. Ja, hadden wel meer mogen zijn, maar ja, het is altijd lekker om het begin niet meer op nul te staan, zeg maar. Ja, in de tweede helft ging het in één keer hard, hè? Ja, het leek net of we het einde van de tweede helft een beetje vermoeid waren. Ik denk dat ze ons niet meer, dat ze niet meer konden belopen. Ja, dan zag je dat wij dus er zo erin speelden. Zo. Waren niet de eerste twee doelpunten toch voor het eerste? Nee, ik heb vorig jaar op trainingskamp ook de eerste goal gemaakt in de oefenwedstrijd. Dus, maar het voelt nog altijd lekker, denk ik, om zo te scoren voor het eerst. Ja, natuurlijk. Het is altijd bijzonder natuurlijk om te scoren helemaal nu ik bij het eerste zit. Altijd lekker. Je was natuurlijk het afgelopen half jaar verhuurd, hè, aan RKC Waalwijk. Hoe heb je die periode beleefd? Ja, het was wel een leerzame periode. Wel ook een moeilijke periode, want eigenlijk merendeel van het half jaar niet echt fit geweest. Niet echt lekker gevoeld, zeg maar. Dus ja, het is wel leerzaam geweest. En kijk er wel gewoon goed op terug. Maar qua wedstrijden spelen en goals maken had natuurlijk beter gekund. Maar het is natuurlijk wel heel leerzaam geweest. Dit seizoen, wat zijn daarvoor jouw doelen persoonlijk? Ja, mijn doel is natuurlijk om zoveel mogelijk te spelen hier in het eerste. En mijn goals te maken. Dat is eigenlijk mijn doel. Want je bent nu ook gewoon onderdeel van de eerste selectie, hè? Ja, als ik het dus wel. Voelt lekker? Ja, zeker. Dus, en helemaal dan zo'n eerste wedstrijd meteen 2 te scoren, dat is altijd lekker. Ja, tegen de amateurs natuurlijk, hè, waar jij een verleden hebt. Ja, zeker. Ik heb zelfs deze wedstrijd 2 jaar geleden nog andersom gespeeld. Dus dat is natuurlijk voor mij ook heel bijzonder. Ja, inderdaad. Ja. Ken je nog wat jongens? Ja, ik heb met een paar jongens in het team gezeten. Hè. Dus het is altijd leuk om dan weer tegen te spelen natuurlijk. En helemaal dan 7-0 te winnen. Heb je niet nog na de hand gezegd van heb ik jullie mooi te pakken gehad? Ja, ze zijn nog van tevoren als je maar niet scoort. Maar ik heb het niet kunnen waarmaken.